Hi, welkom bij de clip Jeuk. Jeuk van rupsende eiken, processierups, van kwallen, van muggen. De reden waarom ik lach is omdat ik in mijn hoofd zo had van, oh ja, wat voor titel zou ik dan deze clip geven? En toen dacht ik bij mezelf, muggen, rupsen, kwallen, klootzakken, eikels. Sorry, trutten. Helemaal niet leuk eigenlijk, maar... De metafysische oorzaak ervan... Trouwens, hallo, mijn naam is Annemiek Nu van Tarot en zo. De metafysische oorzaak van jeuk, van insecten, heeft er wel degelijk mee te maken. Je hebt namelijk irritatie over iets en hoogstwaarschijnlijk over iemand. Allergie is eigenlijk ook hetzelfde. Dan ben je allergisch voor iemand. En als je dus jeuk hebt, dan wil je weg. Weet je wel, je moet krabben, je moet in beweging komen. Je moet iets voor jezelf doen. Want als jij jeuk hebt, dan gaat het over jou. Je kan niet de jeuk van iemand anders voelen. Ik maakte vroeger met mijn kinderen wel eens het grapje van dat ze zeiden van... Ik heb jeuk, van zou je dan bij mij... Als je dan bij mij krabt, dan raak je het ook kwijt. Maar... Oké, dat gezegd hebbende, ik heb een clip gemaakt voor de eikenprocessierups vorig jaar. Voor de metafysische oorzaak van als je daar last van hebt. En die post ik hier achter deze clip. Weet dus dat als je geprikt bent en je hebt jeuk, en vooral ook als je dus geërgerd hebt over de mug of over die jeuk, dat dat dus symbolisch staat voor een ergernis die je hebt naar iemand toe. En het is de bedoeling van dat beestje om jou liefdevol, een beetje op een prikkelige manier, jou te stimuleren om daar iets mee te doen. Ergernis naar buiten toe gaat altijd over ergernis naar binnen toe. Als je jeuk hebt, dan is het bij wijze van spreken alsof je op een springplank staat. Je wil gaan, je wil go, 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 je wil iets gaan doen. Je voelt je misschien vastzitten en dat je denkt van, het lukt me niet, ik kan het niet. Maar... iets in jou weet dat je het wel kan. En daarom heb je jeuk, want je wil gaan. Misschien wil je wel verhuizen, maar durf je het eigenlijk niet. Of denk je, ach, dat gaat toch niet lukken of zo. Wat een gedoe of zoiets. Of misschien is het wel je droom om een partner te hebben, maar durf je dat eigenlijk niet. Maar heb je dus wel gigantische jeuk, want je wil uit die eenzaamheid. Hoogstwaarschijnlijk, de meeste van jullie zullen dit herkennen, dat het andersom is. Je zit in een relatie en je hebt jeuk. Ja, ik krijg er jeuk van. Je moet dan dus waarschijnlijk weg, of in elk geval even, niet even, heel lang een goed gesprek hebben. Een aantal goede gesprekken hebben. Spreek je irritaties uit. Op een liefdevolle manier, hè? Hou het bij jezelf. Van, hey, ik vind het zo lastig als je dit of dat. Ik voel mijn zus en zo als jij dit of dat. Of ik merk dat ik een onrust in mij heb, waardoor ik dit en dat vind als jij zus en zo doet. Houd bij jezelf. Wees liefdevol. Maar kijk er wel naar. Het is niet voor niks dat je nu deze clip hebt gezien. En bij deze dus ook de clip voor de eikenprocessie. Eiken? Eikenprocessie. Ik ben lekker bezig zeg. Eikenprocessie. Rups. Oké. En als je ooit heel veel pijn hebt gehad, dan hier ook nog een keertje de clip. En voor een heleboel van jullie geldt het zeker. Want ik krijg nu weer een sms'je binnen, zoals je kan horen. Het bericht over gebroken... Ben je gebroken door je ex of heb je iemand gebroken? Heeft allemaal met dit onderwerp te maken, direct of indirect. Heel veel succes en vooral heel veel liefs voor jou.